De specificaties van de Xbox Series X zijn aangekondigd en dat is me wat zeg. Dit is de week met XBNL. Ja, u hoort het natuurlijk allemaal al, beste lieve luisterkindertjes. Want ze, zijn ze zijn er weer. Ze zijn er weer. Ja, 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 ja. ja. De, de drie de mauskittiers zijn weer aangetreden na vele weken, zeg maar maanden van afwezigheid, waarbij we nooit eigenlijk tegelijkertijd in de studio terecht konden. Nou, dat geleden, joh? vorig jaar denk ik, in november of gelegen. zo. Heel lang geleden. Maar goed, we zijn er weer. Ja, 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 we zijn er weer. We hebben alle drie tijd vrij kunnen maken om gezamenlijk deze podcast op te nemen. Dus aan de andere kant zit uh, onze grote vriend Niels Heenius. Hallo. En uh, uh, onze gespleten persoonlijkheid Jeff zit in het oosten. <laughs> ja, we weten nooit welke you. Jeff we te maken hebben. Maar, uh, Heftige discussie met mezelf. Het schijnt er meerdere te zijn. Ja, precies. Ja gesprekken met zichzelf dan mogen we dan niet tussendoor. Ja, door, nee, ik moest door, mijn, door, door mijn microfoon door, door even testen vooraf, dus ik was het. hé hey, Jeffrey dit en, en toen ja, nee mijn zus en zo en ja. nee, nee maar... hey Jeffrey ja. hallo Wanda, hoe gaat het? <laughs> ja gaat wel lekker. Nou Antje die heel leuk is, dus wat het wat vraagt, dan. hoor. Is het goed Henk. Ja. Ja. Verrief, hard, leuk, ja. <laughs> ja weet je niet, weet je wel ja, uh, leuke. Altijd, altijd gezellig hier hè? <laughs> altijd feest als wij altijd met feest zijn. is het Altijd feest <laughs> en bij Jeff is het sowieso. In mijn eentje gewoon gezellig. Feest, ja. Hij hangt al het gezellige slingers op in zijn kamertje. En dan gaat hij ook een taartje voor zichzelf bestellen en dan ja. komt het helemaal goed. Ja. Goed, eh, genoeg geluld over <laughs> al onzin. Aflevering 112, oftewel 112 is aangebroken. Eh, en wil je ons altijd volgen, wil je aflevering 113, 114 enzovoort enzovoort ook niet gaan missen, moet je je even abonneren. Dat is logisch. Eh, in de iTunes Store kan dat, bij TuneIn Radio kan dat. Op Spotify kan je je ook nog abonneren. Dan zijn we echt overal te beluisteren. En eh, als je dat allemaal niet kan vinden, dan zitten we ook nog steeds op www. XboxNederland.nl. wat onze thuisbasis is. Ouderwetse internet. Nieuws, de ouderwetse internet, een ouderwetse website waar je allerlei nieuwtjes Ik, ik denk dat we, dat we op een gegeven moment gewoon een soort van generatiekloof gaan krijgen dat onze kinderen, of misschien onze kleinkinderen wel zeggen van, zit jij nog op het internet? Wij hebben alleen Google. Ja, wij hebben alleen Google. Google hebben wij alleen. Ja, nee, toen ja. moesten we nou, een adres goed. intypen. Daar staat dus alles te lezen over wat wij hier bespreken. Dus uh, wil je het nog een keertje rustig nalezen? Dan kan dat allemaal daar. En uh, wil je daar ook nog eens over praten? Dat kan ook allemaal, want wij zitten ook gewoon nog op het ouderwetse Facebook. Instagram, Twitter zitten we ook allemaal. Maar ook op Facebook. En daar hebben we een gezellige groep waar je lid van kan worden, ja. uh, zoek dat gewoon even op onze website staat, uh, dat vermeld. Dat is niet psychologisch uh, hulp, hè? Ik bedoel, het klonk een beetje alsof het een uh, soort van psychologische wel. hulpverlening was. Ja, maar dat doen we ook aan ja. als je uh, in nood zit <laughs> of je komt er niet uit en de stichting Correlatie wil je niet helpen en slachtofferhulp <laughs> is niet bereikbaar, dan kan je altijd naar onze Facebookgroep. Ik weet niet of Ellen je daar beter van gaat, hè, trouwens? Nee, we doen er <laughs> verder helemaal niks mee, maar het is toch leuk dat je ergens kwijt kan. Moet je maar denken. Goed. Uh, ga dat zoeken. Vind je dat allemaal niet leuk? Wil je niet, niks meer met Facebook te maken hebben? Omdat je de privacy niet leuk vindt. En het coronavirus daar rondwaart. En wat voor andere onzin nog meer. Uh, dan kan je ook nog naar Discord. Discord zitten we ook nog op. Dan kun je ook nog gezellig gaan zitten. Goed. Genoeg uh, promotiegelul. Uh, we gaan gewoon starten met. Het... Karige nieuws wat we deze week ja. hebben gehad. We hebben heel veel reviews, maar we hebben heel erg weinig nieuws uh, gehad. Een uh, groot nieuwtje deze week, en dat was niet uh, van één game, maar we horen dat nu al van twee games, is namelijk het verhaal rond de Series X, die natuurlijk aan het eind van dit jaar uitgebracht gaat worden. Hoe zit dat dan met uh, games die in de loop van dit jaar. Uh, ook uit gaan komen, zoals een Cyberpunk 2077. Nou, die uh, brachten ons uh, heel fijn en uh, vrolijk nieuws. Want uh, als jij Cyberpunk 2077 aan het spelen bent en gekocht hebt, en je koopt uh, eind van dit jaar ook een Series X, dan krijg je gewoon helemaal gratis. Gratis en voor niets, gratis en voor niets. Ja. De update voor de Series X. Nogal bijzonder, uh, vond ik. Nogal bijzonder. Ja, ja want bijzonder. we hebben een paar podcasts geleden, hadden we hier precies. Op dit vraagstuk hadden we het over. Van, nou, ja. hoe gaat het dan? En als je kijkt naar hoe Rockstar het heeft gedaan met GTA, die heeft gewoon lekker uh, <tossimus> ja. GTA nou eens een keer weer full priced aangeboden. Dus ja. die moest je lekker weer opnieuw kopen. Ja. En sommige mensen voelden zich daar wel een beetje door genaaid. Maar als je nu op lange termijn kijkt, is, uh, zij hebben daar flink aan verdiend. En uh, het heeft niet heel veel backlash opgeleverd. En uh, ik had verwacht dat, dat ze bij Cyberpunk toch wel een beetje hetzelfde zouden doen. Of dat ze een soort van gekochte upgrade zouden aanbieden. Maar uh, nee, dit is gewoon weer volledig uh, CD Projekt Red. Gewoon, hub voor de gamers. Als ja. je hem eenmaal hebt gekocht, precies. dan krijg je hem gewoon. Maar ja, ook een statement, hè. Van, uh, wij vinden dat als je een game één keer koopt, dat je dan niet nog een keer hoeft te kopen op een andere versie. Ik ja, steek onder wat naar EA Games ja. en Bethesda met precies. de fucking 16 uur <laughs> versies van Skyrim. <laughs> Ja, ja. ja, dat klopt helemaal. Ja, ja, ja nou, dat is hartstikke goed, uh, goed van die jongens. En ze zijn niet de enige, want gisteren zag ik nog een keer... Uh, uh, voor mij was het Avengers. Marvel echt? Avengers, uh, die hetzelfde verhaal vertelt. Die ook zegt, uh, uh, komt er een upgrade voor de Series X? Oh, die dan had ik je heb ik even gemist. die, die ja. krijg je die gewoon gratis. Ja, ik ga hem eens, en uh, ik vraag me dan af, internet. hoeveel moeite is het voor hun om die upgrade te doen? Want als je dus kijkt naar de Xbox gewoon X... Daar komen een game uit. En dan hoeven ze zeg maar alleen maar de graphics een beetje omhoog te. tenminste wel te verfijnen. Op de kracht van de One X. Maar het is, ja. het is niet of je een hele nieuwe game maakt of zo, weet je wel. Het is niet zo van ook oh, gaan nee, nee, porten nee, naar. Precies. Snap je Ik dus denk dat het is nu niet al zo erg... Ze, ze weten nu precies al hoe die draait op de, op de Series X, natuurlijk. Ja. Dus uh, voor hen zal het niet een mega veel moeite zijn. Het is natuurlijk wel, zoals nu zijn ze er al wel mee bezig. Om dat spul ja. en te optimaliseren <kwijnt> voor de One X. En voor de One S misschien zelfs. En voor de Series X. Dus er zit nu wel veel tijd voor hun, hun in om dat op verschillende machines klaar te maken. Maar goed, dat moeten ze ook doen tussen Xbox en PlayStation. En misschien komt die nog eens een keer naar de Switch of zo. Dus ja. uh, dat is sowieso iets wat ze moeten doen. Ik ben ook heel benieuwd hoeveel moeite het dan kost. Dat als je een game voor de PC optimaliseert, hoeveel moeite het dan kost om hem voor de Xbox Series X te optimaliseren. gezien de overeenkomende architectuur en de hardware. Ja, dat is op zich wel een goede vraag. En ik denk dat, uh, dat het toch nog wel redelijke optimalisaties slagen zijn. Want uh, voor de PC moet je echt volledig, ben je echt volledig afhankelijk van DirectX. En uh, je moet je dus op, gewoon ook rekening houden met meer de videokaarten. En voor die Series X is het gewoon precies. één vast iets. Nou, en uh, straks met die Series X heb je dan ook weer bepaalde technieken... die zij helemaal kunnen gebruiken. Uh, nog, nog los van die GPU heb je straks bijvoorbeeld ook die, die nieuwe, uh, nieuwe SSD. Die supersnel schijnt te zijn. Nou, daar ja. moet je wel ja. rekening mee houden. Uh, in je hele uh, programmatuur. Dat, uh, dat je nu dus gebruik kan maken van supersnelle uh, nou ja, ram slash ssd geuren Ja, maar goed, ik vraag me ook af. Dus <coughs> zeg maar, uh, de kracht van de Xbox Series X zou gelijk staan aan een videokaart 2080 Super van de NVIDIA. Maar goed, ja. en die heeft dan een aantal. die heeft ongeveer net zoveel Terraflops. Ja. Maar het ja, lijkt maar... mij dat een Xbox dan sterker is dan een PC. Want een PC moet veel meer dealen dan een, een gameconsole. Qua verdeling van kracht, lijkt mij. Snap je? Ja. Is, uh, nee, oh. ik, ik, nee, ik denk niet dat het verschil ja, daar cool. echt heel erg is. Een switch zit. van persoonlijkheid weer. Oh, wacht. Je komt terug. Nee, ik dacht, erop. Hey, die gaat hij is voor jou. worden. Nee, nee ik denk, jij bent even aan het overleggen <laughs> met jezelf. Dat, kan. dat je even iemand erbij haalt. Dat kan ja. Ja. toch? Hé, hey, okay. deze is voor jou. Ja, he? Ja, maar. Jij, jij weet alles hiervan. Hallo, daar ben ik. <laughs> Nou, Jeff, problematisch. Nee, misschien weet het, Henk het inderdaad. Ja, precies. Uh, nee, maar als we het daar toch over hebben, we hebben nou, het in de nee, headliner nee. erover <laughs> gehad. Over, ja, laten we gelijk eens even uitleggen wat <laughs> ja, er allemaal aan de hand is met dat ding. Misschien wel. Uh, want dat weet Jeff uh, toch oh, in de diepte. Dat is onze uh, oude techneut. Hebben we daar een leuke, een leuke tune voor? Volgende? Nou, uh, ja. misschien wel. Uh... Ja, toch. <laughs> nou, uh, Kijk uit, een pixelneuker. Precies, dat is Jeff. Alle kutjoen eigenlijk, hè? Ik moet echt geen nieuwe shit maken. Ik vind hem wel leuk. Ja, halen we er nog één, hè? Wilt u technisch advies op afspraak en ja. iemand die alle pixels telt voor u? Jeff is onze beste man hiervoor. Mail naar pixelneuker.xoxnederland.nl. is leuk, hè? ja? Ja. Leuk. Als we t, uh, even een zijstaf, we gaan even een zijstaf, daar zijn we altijd goed in. Uh, als we het toch over mailen hebben, wat krijgen we weer veel onzin-mailtjes. Ja, joh. He? Heb je gezien? De ene die roept: van, Ja, ik ben geblokkeerd en jullie moeten daar wat aan gaan doen, want ik ben het er niet mee eens. Nou, nou ja, weer een of ander vakantiepark wat we samenwerking <laughs> ja. zoekt met Xbox. Ja, ja. ja klopt ja. ja. Een of ander ballen, ballenbad-achtige <laughs> toestand. Is dat die, niet de Ikea, ja. joh. Als zagen nee. ergens een Xbox voor de deur staan of bij zo'n park ja. staan. Kunnen wij dat ook niet gaan doen? Ja, zoek het uit. Hoe ja. ja. is dat een reden wat je met die Xbox gaat doen? Ja, die, die en googlen Xbox Nederland... Die en die komen natuurlijk op. Xbox Nederland doet snel uit. Maar de Microsoft is. Ja, precies. Die zien ook niet dat logootje... wat totaal anders yeah. is en zo. Dat het grote community bij staat. Ah, nee. die, die mailtjes van die gasten die dan geblokkeerd zijn, die vind ik nog altijd het leukst. Die, <laughs> die lezen ik Gaat je die lekker op, op. <laughs> Allemaal, ja. Ja, en dus soms dan, dan je weet precies wat er aan de hand is. Dan krijg je dus een mailtje van zo'n gast die geblokkeerd schijnt te zijn. <laughs> Ja. En dan zegt hij: Ja, nee, maar ik, ik reageerde ja. in een berichtje. en uh, ja. Ja. hij lokte het zelf uit. En uh, ja. ja, ik, en ik zei ik helemaal bijna niks. Ik gebruikte één verkeerd <laughs> woord. en nu ben ik geblokkeerd. <laughs> Welkom. Welkom bij Xbox. Dat werkt toch? Ik vind het geweldig. Ja, eerlijk. Ja, of ze lopen vast. Ja, je, je, je. ja. ja. maar voor de vast. luisteraars: ja. wij krijgen dus mailtjes die be eigenlijk bedoeld zijn ja. voor gewoon Xbox support. Maar ja, die uh, mensen, mensen die, die typen gewoon, ja. Xbox uh, Nederland in. En die komen dan op onze website. En dan klikken ze direct op mail. Mail versturen naar die gasten. Terwijl ja. er nog in grote letters bij staat. Let op, dat wij, wij zijn doen. geen onderdeel van Microsoft Nederland. Of Xbox nee. uh, officieel. Maar de, daar wil men niet naar luisteren. Nee. Dus we blijven gewoon dat soort onzin krijgen. Maar het is ook wel ter maak uh, Om, uh, om <laughs> dat soort dingen <laughs> binnen te krijgen. Het is dus wel lachen. Ja, Zeker precies. als ze gaan, gaan zeuren over een, een blokkade. Dan dat moet ik. Uh, ik had het wel erg gelachen. Uh, ja, of mijn zoontje, ja. die heeft zoveel geld uitgegeven. Ik kon net zeggen. Ja. 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 Dus dan antwoorden we gezellig. Ja, dat is jammer. Je kunt geld Spicht, delen bij... Hoe, hoeveel, was, hoeveel was het? Ja, kijk, ja, ik zie het op onze rekening. Zeg, ja, jammer joh. We kunnen nu wel jammer, een joh. komen met z'n allen. Doei. Jammer joh. jammer joh. En dan achterroepen. Jongens, personeelsfeestje. Ja. Barbecue bij mij thuis. Ja, dat zal best wel ja, wat geld zijn dan. trouwens als we dat allemaal gaan doen. Als iedereen die <laughs> geld besteedt aan FIFA dat er bij ons binnenkomt. Dan zijn we binnen een dag een miljonair denk dan, ik. Ja, dan zijn we echt uh, zo rijk. Goedemorgen zeg. Maar goed, we gaan terug naar het, het, het bekende nieuwsdingetje deze week. Uh, namelijk de, de specs van oh, ja. de Xbox Series X. Ja. zijn uh, nu officieel door onze grote vriend Omeveel Spencer nou, uh, neergegooid. Aan, uh, nou uh, Jeff, plan uh, ja, uh, nou, is los. Het opvallend natuurlijk de, 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 de tijdstip een normale maandag en normale maandag krijg je ja. nooit van dit Super soort nieuws. Super random. Gewoon op een ochtend hier, hier heb je de specs van de nieuwe smartphone. <laughs> ja. Hier heb okay. Hij was zo weekly aan het bespreken en het met, je met het team. Tussen, tussen je je mee. Je ja. Wat gaan we dit doen? We gaan het deze week doen. Nou, ja, zullen we maar gewoon de specs online gooien. Ja, ja. is goed. <laughs> nou, en um, het is wel leuk. De meeste die hadden, de meeste hadden, we al wel gedacht. Alleen zien we toch wel een paar leuke dingen dacht in staan. Maar ja. het meest opvallende is natuurlijk dat we nu ook eindelijk bevestigd zien dat het inderdaad om die 12 teraflops gaat. En we weten, teraflops aan zich zeggen natuurlijk nog niet of iets uh, wel of niet een goede machine wordt. Maar het wow. geeft al een beetje de, de, de rekenkracht weer van, nou, waar, waar kan zo'n ding mee omgaan? Maar was het inderdaad een twaalf, gerucht? Ik, ik dacht echt van, dat is toch al lang bekend? Maar dat was dus blijkbaar een gerucht al die tijd. 12? Ja, nee, dat, dat gevraagd, was nog niet ja. bekend. Nee, nee ah, dus okay. de spe, speculaas was, uh, was niet normaal. <laughs> okay. Iedereen die, uh, die, die zag het wel aankomen. En, <coughs> en de grote vraag is nu eigenlijk van, nou, waar zit Sony? Want. ...de gaan geruchten eronder... ...dat Sony wat meer tussen de 9 en de 10 teraflops zit. Precies. En uh, Xbox ja, rond, op 12. Maar uh, van, ja, van ze andere ze bronnen hoor je weer... ...dat ze toch wel heel erg gelijkwaardig zijn. En uh, hetzelfde zijn. En dat je niet heel ja. veel verschil hoeft te verwachten. Dus dat is, wel, dat is nu wel... Uh, ...daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Maar 12 teraflops is dus het dubbele hè, van een Xbox One X. Ja, ja, Dus dat is in één keer hoppakee verdubbeld. En het ding met deze generatie consoles... is dat het ook niet alleen maar op de GPU... dus niet alleen op de tereflops gaat... maar dat vooral de CPU... dat hij een hele vooruitgang krijgt. En dat was het ding met die One S... is dat daar voor die tijd al een redelijk oude CPU in zat. Ja. En nu komt er echt een nieuwe uh, GPU en een nieuwe CPU uit. De GPU ja. is zelfs... Dus dat is de grafische processor, zeg maar. En dan heb je de gewone uh, uh, processor. Om je een beetje een, be beetje een beeld bij te krijgen. De grafische processor is echt voor het berekenen van de pixels op je scherm. En de gewone processor is voor het berekenen van acties die je in de game doet. En het aantal uh, uh, personen wat je op beeld ziet. En, en hoe slim uh, uh, personages zijn die bijvoorbeeld rondlopen in GTA. Dat is echt ja. typisch een AI-aangelegenheid. Uh, maar die CPU, die wordt dus een stuk sneller. En de GPU, dat is dus een, een spiksplinternieuw nieuw apparaat. Dus die is nu nog niet eens uit op een videokaart. Dus dat is een GPU van de, de volgende generatie alvast. dat is gewoon lijp. Dus dat worden als de... het hoort te zijn eigenlijk. Ja, precies. En dat hebben we nog nooit eerder gezien op consoles. Het waren altijd al bestaande GPU's. Nou. Ja. Is dat met de imc 60? Ja, uh, de PlayStation 3 had 3 wel die had een, een celprocessor. Ja, precies. Maar ja goed. Ja. Was helemaal dat was liefde. dus <coughs>, eigenlijk mijn toen mijn uh, ik weet nog wel toen de Xbox 2013 voor mij werd aangekondigd if 1. Het was ik gewoon het zei ik op de, deze generatie weet je dat to, toen dacht ik al van ja maar wat de fuck is dit er zit nu hardware in de console mm. die al een jaar lang op de PC markt ja, beschikbaar is ja en dit is nu eindelijk inderdaad een keer waar we gewoon vooruit gaan weet je wel waar we echt gewoon iets hebben wat we wat al niet op de markt is ja precies als je het ja. vergelijkt is de oude one dat dus met de original one dat is een soort van uh, middelmatige PC van toen de tijd. En ja. nu is de one de Series uh, X is een high-end PC. vergelijkbaar met een high-end PC. Dus daar die kunnen we echt wel een flinke stap uh, mee verwachten. Maar goed, die 12 teraflops, dat is natuurlijk een ding. Maar er zitten ook <coughs> nog een, een heel aantal features op. En uh, ja, ray tracing, dat is iets waar je mij wel regelmatig over hebt gehoord. En, ja, uh, ray tracing? Nou, ik heb het nooit gehoord. <laughs> Precies. Ik heb ja, Of Henk, ray Of Harry. Ja, ray <laughs> Maar uh, ja, dat is ook wel leuk om te zien. Dus dat dat nu echt een hardware chip wordt, die, ja. die erop komt. Dus uh, ja, dat zal vooral voor de, dus die ray tracing, dat, dat vind ik een hele belangrijke. Ja, want dat maakt veel korte, meer natuurgetrouwe beelden. Korte korte leken uh, ja. taal uitleggen wat dat doet. Ja, je kost. hebt Ach. alles wat we tot nu toe hebben gedaan op, op grafisch vlak. Dat is alleen maar uh, rook en spiegeltjes. Dus dat is alleen maar trucages en uh, worden allemaal handige cheats en dirty hacks worden eigenlijk uitgevoerd om de illusie te wekken van uh, bepaalde belichting of bepaalde schaduws of een bepaalde reflectie. Dus dat dus wordt allemaal ja. met uh, bump maps en met uh, sky maps en, en en allemaal ja handige dingen worden daarvoor gebruikt. Ja. En, dat is allemaal leuk en aardig... ...maar dat zorgt er eigenlijk voor dat zo'n game er net niet natuurgetrouw uitziet. En raytracing die gooit eigenlijk al die dingen weg. Dus al die trucs en al die cheats en al die dirty hacks... ...die uh, de, de, de engines op dit moment gebruiken. Die worden eruit geknikkerd. En in plaats daarvan komt echt een daadwerkelijke berekening... ...van hoe de belichting hoort te zijn. En dat is ook de naam raytracing. Dat is per pixel... Wordt een trace. Een, een, uh, ja, een, een trace wordt gemaakt ja. Ja. om te bepalen welke kleur die pixel heeft. En dat een, een, een oh, uh, trace die <tie> bounce dus verschillende lichtbronnen bij langs en verschillende reflecties bij langs. En dat zorgt ervoor dat die pixel wat op het scherm verschijnt. Dat dat echt een natuurgetrouwe berekening is van uh, de, de werkelijke pixel. Dus dat ja. is helemaal andersom. En als een soort van tussenstap, zie je dus nu, en waarschijnlijk zullen de. Uh, games die gaan komen, zullen dat ook wel gaan, gaan tonen dat het een soort van wisselwerking is. Dus je hebt nog een deel die draait op die oude, uh, oude methodes, omdat het gewoon heel erg efficiënt is. En bepaalde dingen worden dan met ray tracing berekend. Dus of, bereik, of uh, belichting, of schaduw, of uh, reflecties, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Ja, ja soms, helder. helder. So, soms heb je dat wel eens in de game. Hè? Dus dat je echt kijkt naar een, een soort van schaduw in een hoek van, de, van een ruimte. En daar komt een hele rare licht vanaf of zo. Een soort ja. van gloed in die hoek zit. Nou, dat, dat lijkt heel raar. Of dat een schaduw net niet helemaal sluit met een paaltje. Of, of met de, de onderkant van een gebouw bijvoorbeeld. Nou, ja. dat zijn typisch artefacts van geen raytracing, van die oude manier van berekenen. Nou, dat welke wordt straks welke games zullen het meest profiteren van raytracing? Want ik heb gewoon Battlefield 5 gezien, zeg maar met en zonder raytracing op de PC dan. Ja. Uh, maar volgens mij, uh, stel dat je een race game hebt in het donker met regen en zo. Voor mij is dat ook echt heel vet, want dan heb je overal plas op de weg en die gaan nu ja, eigenlijk precies. allemaal goed licht weerkaatsen in plaats van artificial. Ja, ja. Het is vooral, het zit er vooral op de, dus die games die zullen het meest profiteren is de games die gebruik maken van veel belichting en van de reflectie. En er is één filmpje is er, online van Digital Foundry. En dan gaan ze in een Minecraft-wereld die raytracing heeft. Als je <laughs> ja. dat bekijkt. En je bekijkt dat naast de bestaande Minecraft. Dat is zo bizar om te zien. Want. Okay. En, en, dat is echt een, een brainfuck. Is dat? Want je ziet dat er blokken zijn. Maar ja. je hebt het idee dat het gewoon blokken in een echte wereld zijn. Dus dat de ja. wereld gewoon net zo is als waar wij in rondlopen. Alleen dat die. Ja, weet je, dat, dat, dat het blokken zijn in plaats van ja. uh, echte objecten. Oh ja, ik zie het. Want, want voor straf. de rest is het echt spot-on, alle, alle graphics. Lijp hoor. Nice, nice. Goed, uh, nog een ander dingetje waar men uh, het uh, best wel over heeft, is de dynamic latency input ja. die uh, erin komt te zitten. Uh, dat moet alle uh, latency, oftewel vertraging, uh, tussen allerlei apparaten die je... Uh, die op je Xbox aangesloten zitten, zoals de controller... dat moet worden weggenomen. Uh, <coughs> heb je daar een beetje een insight ja, in wat je dat hebt, is? Je hebt, uh, niemand heeft hier eigenlijk last van. Dus, dus dit is niet, niet iets wat, wat, we, wat we heel erg gaan merken. Maar we weten, er zijn nog een aantal mierenneukers... en vooral uh, vanuit de PC Master Race hoek... Ja. die zeggen van ja, maar die draadloze controller... daar zit nog wel latency op. En dat klopt, daar zit ook een heel klein beetje latency op... Alleen dat, ja, dat, merken we echt niet. Dus dat, dat, is, dat, dat is voor gewone gebruikers zoals, zoals ons is dat is dat uh, niet. Dat, is dat, niet te uh, dat vind ik nog eigenlijk nemen. een van de minst boeiende dingen van de Series X. Ja. Ik zag uh, quick resume voor multiple games die gewoon games kan ja. pauzeren en dan ja. gewoon naar een andere game verder gaan. Bijvoorbeeld ja, dat, ja, dat is veel belangrijker. Dat want schijn, gebeurt dat in onze schijn... redactie vrij vaak. Hè? Dat je dan een spel ja. gaat spelen, je gaat met ja. een paar vrienden een andere spel spelen exact. en dan doe je eigenlijk we gewoon terug bij je was. En dat schijnt heel, heel, uh, uh, in, uh, heel diep te gaan, want ik las gisteren ergens een artikel dat dat zelfs, uh, dat quicker zoom, zelfs werkt na een complete herstart van je, van je console. Ja, dus, uh, En ik uh, heb het vermoeden, nou ik weet het bijna wel zeker, dat het ook met die nieuwe SSD heeft te maken. Dus het geheugen, dus het ding normaal gesproken is, is die console die heeft eigenlijk alles in, in geheugen zitten. Je start je console weer op. En hij haalt gewoon rechtstreeks uit het geheugen. De, de hele state van de game. Alleen straks is je hele harde schijf is je geheugen eigenlijk. Dus kunnen, de ontwikkelaars kunnen daar veel <coughs> makkelijker mee omgaan. Of Microsoft, die, die kan er veel makkelijker mee omgaan. Door te zeggen van oké, okay, ik sla gewoon deze hele game, de hele state. Hoppakee, nu op in de schijf. En ik ga direct door naar de volgende. En op een later moment pakt hij gewoon dat hele stuk, dus het hele blok van zoveel gig wat in het geheugen zit, pakt hij weer op en die laat weer in het geheugen. Hij ah, is er gewoon lijp. Ja. Ja. Super fijn. Ja, ik zit ook gelijk even door te lezen, want uh, er komt de de nu heel nog. veel, ja. dat heel veel nieuwtjes komen er. Uh, 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 ja. over dat quick resume. Ja, dat, dat zie ik. Dat zit ik hier ook te lezen. Ja, ik weet niet uh, of daar nu een max of of uh, dat dat uh, yeah. maximaal vijf moeite? games ja. of zoiets iets is. Als je actually able to do it that for multiple titles. Ja. Wat ja. is multiple? Ja. Ik denk dat ze dat and zelf ook really, nog aan het zijn. Het is powered by our custom built uh, SSD. That's a part of the ja, nou, Series X. Oh, dus, uh, maar, dat, uh, ja, dat, dat is uh, wel super fijn natuurlijk. Want je, nu is dat Ja, wat jij zegt, Niels, je zit al heel gauw te switchen met games. En soms heb je wel ja. dat je twee games door elkaar heen speelt. Klinkt een beetje raar, maar dat gebeurt echt. En dan ja, kun je, je makkelijker zo. switchen. Zonder dat je de hele tijd die hele cut-intro filmpjes doorhoeft. Of de hele ja, menu-selecties. Of de hele laten klaar is. Ja. Als ja, je zes keer alles speelt bij. en je gaat even Rocket spelen, nou, dan mag je wel even ja, weer een exact. paar minuten uittrekken voor het laden van zo'n. Nou, wat we'll even 10 minuten uittrekken. Ja, Logo's ja. inderdaad, dingen doordrukken en dan weer wereldladen. wereld laden. Nou goed, dat ja. is zometeen sowieso sneller hè, de wereld laden, maar goed. Zou alleen wel fijn zijn als games er zelf ook een <coughs> beetje mee overweg kunnen. En gelukkig kunnen steeds meer games dat, maar je hebt er nog steeds een paar bij dat als jij overschakelt naar die game, dat, je, dat de verbinding dan wegvalt of zo. Volgens mij FIFA heeft dat. Dat, ze, dat die verbinding dan ja. wegvalt... en dan word je helemaal je weer terug... Uit. naar het oh, eerste oh, scherm geleid. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Klopt. Ja, maar goed. Klopt. En meer games hebben dat hoor. Dat als je als je even niks te doen hebt... of je bent even weg... of je bent weer een half uurtje... en je komt word terug... dan zit gaat, je gaat, er gaat, helemaal gaat. eruit geteerd... en zit je weer ja. helemaal in begin uh, toestand... omdat hij dan uh, inactivity hm. heeft ge, gezien... Um, als we eventjes de boel naast uh, Sony zetten, want dat is natuurlijk ook altijd interessant oh ja. voor onze uh, strijders. Want Sony is er verdomd weinig bekend. Uh, Echt hè? Ja, alleen alleen dat we van Sony zijn, is het vandaag. Ja, ze ze hebben heel veel moeite. <laughs> ja, uh, vandaag of gisteren, gisteren is er toch iets bekend geworden. Want uh, GameStop heeft namelijk een aantal uh, op een of andere pre-order-toestand uh, een aantal specs neergegooid. Uh, bijzonder genoeg niet het aantal... teraflops, want dat uh, wordt niet gemeld. Uh, wel het hele verhaal van... Uh, full 8K... Uh, 8K TV support. Uh, er komt nee. een 8-core AMD... chipset in. Bespoke. Ik weet niet of jij dat wat zegt. Uh, 3D audio. Um, ja, dit, uh, een SSD wel. storage natuurlijk. Backwards Competitie met PS4-games, dus alleen maar met die. En natuurlijk Raytracing, wat zij ook gaan hebben. Ja. En dat is wel, uh, als je ziet naar de, wat voor specs de Xbox Series X, X nu bekend heeft gemaakt, is dit wel heel beperkt. Uh, er wordt niet gepraat over 120 fps. Er wordt niet gepraat over uh, Quick Resume of uh, hoe, hoe dat precies in dus Het is in een beetje hetzelfde als, de, als Microsoft die geen verkoopcijfers van de Xbox wou bekendmaken. Nee, precies. Ja, precies, precies. Zo klinkt het een ja. beetje. Maar, maar het is ja, een kutte je, je... strategie. De pace, dat ze gewoon wachten tot die Xbox gereveeld is. En gewoon qua prijs. Dan gaan zij waarschijnlijk net eronder zitten. Nou, nou de, de, het, het gerucht gaat dat ze die, dat verhaal met die 9 teraflops... Want dat heb ik meer gelezen. Het gerucht gaat dat ze dat expres doen... om die prijs rond de 400 euro te houden. Pff, zodat die, uh, zodat die uh, uh, beter verkocht gaat worden. Ja, maar laten we eerlijk ja, zijn. De massa die maakt geen fuck uit of het nou 12 of 9 is. Nee. Nee en, nee, en daarnaast als Sony voor 9 teraflops uh -huh. gaat om die prijs te drukken naar 400 en ja. okay, ik kan me niet voorstellen dat Microsoft naar 400 kan gaan dus dat zal echt 500 zijn op zijn minst ja um, maar bedenk je wel dat Microsoft nog een lockout achter de hand heeft dus die is daar ook mee bezig en die is ook bezig met een console die net wat minder levert en die zal dan ja. ook rond diezelfde specs gaan zitten ja. En die heeft dan misschien maar 9 teraflops of zo. Ja, precies. Ja, ja maar toch, misschien. ik vraag me echt af. Dan moet je wel een hele dikke marketing hebben, wil je dat? Duidelijk maken aan het publiek van... koop de Lockhart of die Series X. Of tenminste, Series S Series X. Want als de Sony gewoon op één product focust... van dit is de PS5, koop die... is dat denk ik sterker dan... nou ja, je kan die kopen. Nee, je kan nee, die nee, kopen, nee, dat nee. Dat is de marketing niet. De, als, als dit zo is... dus stel dat je straks een PS5 hebt van uh, 9 teraflops... <laughs> voor 400... Ja. Je hebt een lockhart uh, met 9 flops voor 400 of 350. Ik weet zeker dat Microsoft eronder gaat zitten <laughs> als zij ja. uh, met een lockhart komen. Uh, en je hebt de Series X, heb je dan voor 500. Dan is het zo van, je hebt of een PlayStation, of als je voor een meer krachtige console wil, dan ga je voor de Xbox. Ja, en ja. daar zal Microsoft volledig op inzetten. Van, je wil je meer power, dan moet je bij Xbox zijn. Maar ja, 500, ik kan me gewoon niet voorstellen dat het 500 euro gaat kosten. Als je gewoon zo ja, ziet dat, hoeveel uh... kracht erin zit. Ja. ja, dat het nog goedkoop is, broer. Je. Ja. <laughs> ja, nee, ja. Ik, ik, ik denk misschien dat het nog wel iets duurder wordt. Het denk is echt wel een ja. hele heftige machine, hoor. En ik heb het ook echt wel voor over als je bijvoorbeeld... Vroeger was de PS3 volgens mij 600 euro. De PS2 destijds ook zoiets, van al omgekeerde in guldens. En ik heb het voor... voor wat? Omgekekte guldens? 600 gulden. Ja, nee, PS2 was toen uh, 1200 gulden. Ja. Wow. Ja, dat was klinkt echt heel veel, veel. man. Ja. Dat klinkt heel veel, ja. Ja, ja het is echt wel, heel veel. Ja. Maar goed. Ja, Mensen uh, hebben het verkocht, joh. Ja. ja, dat is, dat dus... is tegenwoordig. Is dat wel 5 euro. Van mijn geld. <laughs> ja, <laughs> Als je toch rekenen, dan, ja. het toch rekent wel, ja. Maar hoor uh, oh, dit? Ja. Uh, dan heb je echt. Met dit heb je het gevoel dat je echt een toekomstig apparaat in huis neemt. Terwijl je met de Xbox One. Als ik kies van, ja, dan moet ik dat kopen. En het is eigenlijk nog best wel een medium PC inderdaad, wat ik in huis haal. Is dat ik vrienden op zitten waar ik mee kan gamen. Maar niet dat ik denk van oh, dat super goed apparaat. En die One X. Had ik dat eigenlijk wel al een beetje. Hè? Die was dan 500 euro voor 6 teraflops. En je had het gevoel dat je echt kwaliteit in dat ding had. En nu ook weer met die, die Series X heb ik dat wederom. Dus daar, daar heb ik echt best wel 600 euro voor over om dat in mijn huis te hebben staan. Ja. Je ziet wat erin zit. Ja, nou ja, ik denk niet dat ze 600 zal, voor, zal wel iets te zwaar zijn verwacht ik. ik verwacht ja, eerder wel, uh, richting de 2,5 500. ja, ja, het is het wel. ziet je allemaal in een pc moet houden om dat te, te krijgen. Ja, nee, ik, helemaal die kaart alleen al 600 ik, euro. Ik, ik zit in hetzelfde schip als jij. ik, ik, ik zou daar ook gewoon wel voor betalen. alleen uh, vanuit consumenten de consumentenoogpunt, uh, denk ik niet dat 600 euro handig zou zijn. Ja. Als ze allemaal 1100 euro voor die fucking kut iPhone nu tellen, kunnen ja. ze gewoon gewoon de Xbox kopen voor 600 euro. Ja, nou ja. Of misschien ja met goed. een model waar ze misschien, misschien of zo. Misschien doen ze het ook wel. Ik heb helemaal het begin van het jaar, heb ik de voorspelling gedaan dat er een Series S en een Series ja. X zou komen, dus de Lockhart ja. en de Anaconda, ja. uh, voor uh, 400 en voor 600 euro dollar. Ja, Dan, ja. dan ga ik wel mee denk ik. het op in je notitieboekje. Dat is het uh, glazen bol van uh, van Jeff. Komt dat uit dan uh, win je soms uh, een gratis bezoek aan de uh, Xbox. <laughs> Krijg <je> gratis <laughs> een rondleiding, <laughs> rondleiding bij Nieuws onze, op kantoor in onze redactie. <laughs> ja. nou, daar ben je heel graag <laughs> Ik ben heel gauw uitgelopen. <laughs> Goed. Uh, nou, we hebben een beetje genoeg over, over, uh, over onze Series X... en alle uh, dingetjes die ja, er uh, kut over te vinden staan. Um, wat we daar nog wel uh, over kwijt willen... is namelijk dat wij uh, natuurlijk altijd vragen van jullie uh, krijgen... op onze Discord-pagina en op onze Facebookgroep... die wij dan hier behandelen. En een van die vragen ging hier uh, ook over... over deze nieuwe Series X. Uh, de vraag van Molotov, die vroeg, vroeg zich af... Uh, op welke tv wij gamen en of wij op een HDMI oh ja, 2.1 tv ja. overgaan om ja, gebruik ja, te maken van ja, de ja. 4K 120 hertz. Ik nog sport, niet. Sport. <coughs> ik ga nog niet heel snel over naar HDMI 2.1. HDMI 2.1 is inderdaad gewoon een soort van opvolger van een HDMI. Ja. Die dan gewoon veel meer data doorheen kan pushen. Dus inderdaad 4K ja. resolutie met 120 hertz. Maar ik heb nu een 4K tv uh, en dan op 60 hertz vind ik eigenlijk wel genoeg voor nu. Uh, en zo'n auto, de latency mode, en VRR, VRR heb ik al. Dat is de Variable Refresh Rate. Ja. Yeah. Dus ik vind, sowieso is de vraag natuurlijk... ga je gelijk die nieuwe Xbox halen? En dan ga ik niet gelijk ook een TV erbij halen... voor uh, ik, van 700 euro, of tenminste misschien wel 900 euro. Nee, precies. Dat is precies. bij mij totaal onrealistisch. Ik snap ook niet... Ik snap wel dat ze met deze specs komen... Voor, voorbereid zijn op de toekomst. Ja, vooral die 8 shit. What the fuck. De, 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 de eerste vraag is van... Wanneer verwachten we 4K games op 60 fps? Ja, de is tweede even. vraag dat is... is wanneer <laughs> verwachten we 4K games op 120 fps? Ja, precies. Want anders heb je niet, en niks dan, in 120 Hz. En, en daartussenin heb je de vraag... van Verwachten gamers eigenlijk wel 120 Hz? Of is 60 ja. niet meer dan genoeg? Want ik zit ja. zelf in die laatste. Uh, ik ga echt... Maar, maar geen rate uit of iets op 120 Hz draait. 60 is voor mij voldoende. Ja, je ziet het alleen als je twee schermen naast elkaar zet. Dan zie je iets vloerende beweging bij 120 Hz. En bijvoorbeeld PC-gamers die zweren bij 144 Hz. Ja. Maar goed, inderdaad. Ja, ik vind... Eerst maar keer 4k 60 fps. Ja, is fps is ruim voldoende. Ja, ik ben helemaal... Ik zit nog steeds met de Full HD-tv te werken. Ja, Rob, maar jij spoort niet, jongen. Ga eens keer 4K-tv halen. Ja, dat komt wel. Dat komt wel, weet je. Het is echt zo. ik Het laatste dat ik op mijn beeldscherm Full HD speelde, van nou... Niet toch overwhelming of zo? En dan heb ik denk ik op een 4K scherm van oh ja, zo zag het eruit. de squad is dat een heel groot verschil. Ja. Superschijnlijk ja, allemaal. Hoor, nee. ja. Ja. Ja, 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 nou ja, goed. Uh, dus ik hoop dat je vraag zo een beetje beantwoord is. Of ik weet niet ver anderen nog anders overdenken. Ja, missen, is dat, wordt het ook niet gebruikt voor 8K? HDMI 2 1 Ja. Klopt. Ja, voor mij wel. Dus okay. het heeft voor mij toch weinig met die 4K dan te maken. Nee, nee, 4K 120 Hz. Je kan alleen maar 4K 120 Hz halen inderdaad, met die TP1. En die TP1 okay. heeft ook uh, zo'n doorgang voor, voor 8K dan. Maar dan niet, niet 120 Hz, nee, maar dan ja. 8K op 8K. 30, 60, 60 Hz. Ja, 50 of 60 Hz. Ja, 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 ja. ja um, nou goed, dat is het. Tot zover onze Series X uh, verhalen. En, tot zover de en, en, tv's. Ja, precies. <laughs> uh, we gaan dus even over naar een andere een vaste rubriek in deze... Uh, oh, handen oh, uh, bij knop, uh, oh. ja, oh, nee, de knopje, F Hallo, oh, Het is goed maar, dat geluven, je dat ook voortzet. Je op, uh, <laughs> schiet, schiet al direct in, in, in de paniek, paniek man. Ik kondig <laughs> dat altijd een aan. Maar roep Henk er even bij, dan kan hij fijn de deals in gaan starten. Want we gaan het natuurlijk hebben over de deals van deze week. Korting? Zing nou. In de in ja. de nee, is. Gold, gold. Ah, Henk Het is Ik ben Ik beter dan jij. Jef. voort een henky zetten. Ja, ja inderdaad. Ja, ja. Ja. Henk, Henk is wel een goede. Nou, ik hier jongens. ik vond de topjes. ik vond de knopjes. De knopjes. <laughs> oh, weet je niet, weet je wel, lekker man. Uh. <laughs> Goed, we gaan eens even kijken wat de deals deze week allemaal uh, voor spannend aan ons hebben geleverd. Daarvoor moet ik hem natuurlijk even openen. Ja, dat is, ja, is handig. wel handig, inderdaad. Dat is ja. wel handig om te zien. Jullie hebben nog vier dagjes de tijd om uh, allerlei prachtige dealtjes uh, binnen te halen. Uh, wat zit er onder andere bij? Nou, heel veel Dragon Ball-titels uh, uh, staan. Even naar kijken. Um, er staat natuurlijk allerlei uh, mutant football league. Nou, dat lijkt me helemaal te gek. Heel veel voor Portal Knights. Man, 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 man. Wat een feestje Zit er nog iets bij waar ik zeg van, nou daar moet je echt voor kijken. De uh, complete season van uh, The Walking Dead, de uh, final season, is wel leuk uh, van Telltale. Dat is altijd okay. wel handig. Uh, heb je uh, Rainbow Six Siege nog steeds niet in je verzameling? Voor 9 euro kan je de Zo. gewone basis-editie aanschaffen. Uh, wil je lekker gaan racen? Valentino Rossi de Game voor 4 eurotjes. Valentino dat Rossi de Game? Daar heb ik echt ja. nooit van gehad. Nee? Ja, dat, ja, nee. Dat is volgens mij de, 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 die motorrace. Uh, ja, nee. Ik, niet, ik ken uh, Valentino Rossi wel. Okay. Maar Valentino Rossi de Game... <laughs> Dat zegt me helemaal niks. Ja, zo staat het. er. Ik kan er ook niet zo van. Maar we gaan over het leven van Valentino Rossi. Precies, ja. ga je naar zijn huis toe met zijn vrouw en zo. Ja, dat is gewoon een vriend afkijken. Een soort Valentino Rossi. Heb je multiple choice? Van ja, ga ik nu wel of niet motorracen? En je hebt nooit de keuze dat je kunt motorracen dan? Ja. Goed, maar vissen zit er deze week niet in, tot onze spijt. Ja, pof, Er wordt niet gevist. Maar daarvoor... Ja, maar daarvoor in de vanging kan je fijn met uh, de train uh, simulators gaan spelen. Oh ja, als er traintjes. geen vissen is, dan gaan we over naar de treintjes. Dus de uh, Train Sim World uh, zit erin. Allerlei aanbiedingen, uh, uitbreidingen. Je kan de hele wereld rond in je treintje gezellig nou, rondrijden. Maar ik vind het niet sterk, de deals deze week. Nee, het is niet zoveel. Zo Vooral weer uh, naast veel het de deals, hetzelfde. Naast de deals is natuurlijk ook uh, het eind van de maand aangekomen. Nee. We zitten vandaag op 28. En dat betekent dat we gaan kijken naar welke gratis ging games... Oh, gratis... Voor een maart in onze oh ja. uh, Xbox gaan vinden, namens de Games With Gold, zijn deze week ook weer bekendgemaakt. En uh, het is niet allemaal geweldig, maar wat sowieso een leuke game is, is natuurlijk weer de Telltale Batman game. Je krijgt het vervolg na in januari deel 1 van de Telltale serie. Nou, ik dacht al, ja, Batman. deze hebben we het al Nee, nee de, de, Deel 1 heb je gehad, en nu krijgen we The Enemy Within, of het vervolg op uh, die Batman. Dus dan kan je je ja. hele collectie Telltale Batman games. Uh, uh, compleet maken. En die zijn echt wel het spelen. Het aanraden waard. Het spelen waard. Die zijn echt wel heel leuk om, uh, om te spelen. Goed, die kan je de hele, uh, hele maand uh, maart kan je die, uh, oppakken. Daarna uh, komt er uh, een game waar ik nog nooit van belang lees. Zoals de leven van gehoord heb. Shente, uh, elf, Half Genie, Hero. <tus> Hoe, Hoe krijg je dat je strot? Echt waar gedoe. Allemaal Plot, gedoe. Side-scrolling platform game. Uh, Side-scrolling platform. Om uh, yeah. uh, um naar te kijken en nooit meer aan te raken. Game. Goed. <laughs> <laughs> nou, het ziet wel leuk uit Een <laughs> beetje trouwens. die afdeling. Mag ik het uh, niet doen? Precies. Ja, nee. In de Backward Compatible krijgen we ook nog twee leuke games. Uh, namelijk ja. Castle Venia Lords of the Shadow. Deeltje 2. Ja. Krijg je. Deeltje 1 hebben we geloof ik al een keer eerder gehad in de ja. deals zover ik God. in mijn hoofd heb. Dus nu kan je ook met deeltje 2 verder. Altijd handig. En ben je helemaal gek van Sonic? Ben je naar de nieuwste film al geweest? Ik weet niet eens of de ding al uit is. Ja, maar... ja de film is ja, al, ja, ben je naartoe. al naartoe geweest. Dan kan je Sonic Generations ook nog eens een keer uh, op ja. je Xbox gaan spelen. Die komt rond 16 maart. Komt die uh, op mijn verjaardag in de winkel? Oh, 16 oh, maart, maart. 16 maart, ja. ja. Maar uh, die nieuwe uh, Sonic film, die schijnt toch wel heel goed te zijn, hè? schijnt echt uh, ja, te hebben ja. gedaan aan die hele nou, de remake. Oh, ja, Verbouwing. Ja. ja, maar is het nou, zou het nou een PR-studio zijn geweest? Of is het gewoon. Nee, nee dat, dat is echt zo. Over... Nee, hij was echt heel slecht. Ja, maar hoe slecht kan doelman. je Sonic-designen dan? Die eerste. Ja, ik, ik, ik weet niet op wat ze hebben zijn gedacht, geweest. Maar gewoon, wat, ik denk dat er wat verschillende mixed creative directingen waren. Er <laughs> over. Van, ah nee, we moeten hem <laughs> ja. me echt menselijk maken. Nee, nee, we moeten echt Sonic. En dat is een soort van. Heel creepy. Mudge, creepy. Het was een creepy, met echt een en zo echt dat ja. Wat de ja, fuck, het. jongen? Dat was echt niet goed. Dat was bijna het was echt, echt een om... egel. Ja. Ja. Maar die schijnt gewoon super goed te zijn, die film. Ja, goed. Ik, ja. Vind, weet je, ik ben wel fan van Jim Carrey. Dat is gewoon een legendarische acteur. Maar die speelt natuurlijk Robotnik. Dus ja, dat is wel vet. Ja. ja, hij schijnt ook heel goed te zijn, Jim Carrey. Ja. Komt de oude wedstrijd ja. Jim Carrey weer. Ja, hij ja. Had, het is echt zo'n typetje voor Jim Carrey om te doen dit. Ja. Gekke bek. Ja, Wat ja. ja, dan gekke bek. Uh, goed, uh, tot zover onze uh, Games at Gold. Uh, ik hoop dat er wat voor je bij zit. En uh, dat je weer wat kan binnenhalen uh, als extraatje op je uh, Xbox Live Gold abonnement. Want dat krijg je er toch allemaal maar voor niks bij. Hey? Hey? Ja. Dat doen ze gewoon ja. met Xbox. Net zo makkelijk, jongen toch. Microsoft smijt met allerlei dingen. Zo ook met dit. <laughs> uh, we gaan over naar de review afdeling. Want daar hebben we nog wel wat van. Hebben we er ook al even gegeven? Zeker. Ja, uh, ja. Zeker ja. Ja. De review van. <laughs> Helemaal goud, helemaal kut. Xbox NL. Ja, precies. <laughs> Goed, we hebben een heel rijtje reviews deze week. Uh, onze redacteuren hebben zich helemaal in het zweet gewerkt. Echt zweet over de beeld. Ik over de Bilnaat. Uh, uh, we zitten regelmatig met Niels in de party terwijl hij aan het spelen is. Want die is ook hartstikke druk bezig. En die horen we vloeken Daarover meteen weer. Eindbazen die het niet door willen. En die, Och, uh, die echt. heeft de, echt de dappere, uh, de dappere taak op zich genomen om de remakes van um, ja. um, um, Kingdom Hearts. Yeah. Hearts Wat was te hij gaan spelen. <laughs> Hij Intrigan was heel enthousiast. Door. Hij dacht ja. van: dat lijkt me ja, uh, leuk. Ik heb Kingdom Hearts 3 gedaan. Laat ik die remakes ook gaan doen. Had zich even niet geïnteresseerd dat dat zes games zijn. Ja, ik dacht echt van dus zijn. Hem... Ja, drie games of zo. Ik dacht voor mij is het zomaar één en twee en dan zit daar nou een game tussen. Nee, 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 Het was één. Nog een game, nog een game. Ja, tot twee dan heb en dan je nog een game. Anderhalf, tweeënhalf, vijf ja, 0,3. Ja. 360, keer 5 plus ja, 5. 5. Ja, is ook, ja, De Neiging om 2.4, 2.8, 2.9 <laughs> uit te brengen. Dus het is allemaal heel ingewikkeld. Bij ons zijn dat updates, bij hun zijn dat compleet nieuwe versies. <laughs> dus uh, hij is druk bezig met Kingdom Hearts en heeft gisteren mij het, het, het uh, verblijf. Het verlossende woord. Dat hij er één, één had afge. Ik heb net één uit. Ja, ja, ja. Nou, gewoon maar gewoon helemaal uit. Één klaar. Nou, ik weet niet hoeveel ik heb ge gescholden en gevloed van de week, maar. Ja, hij zat op hecht... een moment was moment met een van zijn eindbaas, wat niet de eindbaas was. Uh, was ja, vooral dat ja. was die, was hij aan het vechten. Dat je een uur lang een baas die... aan, het, aan, het, aan het verslaan, tenminste probeert te verslaan, en je gewoon erachter komt dat daarna nog zes bazen komen. Ja. En zoals in een goed Japanse game betaamt komen dan de aftitelingen en dan ben je ongeveer nog een half uur bezig voordat dat allemaal voorbij is. En als je dan klaar is, dan gaat die gewoon weer verder. De game. Zo werkt dat in een Japanse Dat is inderdaad een filmpje van zes minuten. Daarna de credits, want je ook gewoon thuis het filmpje kan laten zien. En na de credits komt er nog eens een keer een paar plaatjes met namen erbij. En dan komt er nog eens een keer een filmpje. Maar is het wat? Is het een goede remake, remaster? Nou ja, ik vind het een hele goede remake qua uh, grafisch en technisch. Mm. En de rest zat eigenlijk sowieso, sowieso wel goed. Het is wel een van de moeilijkere Kingdom Hearts, heb ik toch al gehoord. Ik heb het vroeger gespeeld, maar ik kan me niet heugelijk het heb uitgespeeld. Want dit is, echt, dit is echt killing gewoon. Ik dacht van nou, dat kan ik nooit hebben gedaan uh, toen ik uh, 11 of 12 was. Uh, maar hij ziet er grafisch echt goed uit. Ik dacht van jeetje man, voor een game die echt al, nou, ik denk al 17 jaar oud is of zo. Ziet het er echt heel erg mooi uit. Gewoon een 4K helemaal je. Hem okay. weet je. Alles, alles klopt gewoon. Natuurlijk. Dat is toch wel lekker. De character die er staan, zijn verouderd. Maar het, je hebt niet het gevoel dat, dat je zozeer een game uit 2002 of 2003 aan het spelen bent. En dat nee. is echt wel. Uh, dus ja, dat is gewoon heel vet. En de muziek klopt gewoon. Het is echt wel het spelen waard. Alleen ja, het is natuurlijk wel. Net als Kingdom Mars 3. Kindermars 3 is nog even een tikkeltje erger. Dat je denkt, bij het einde te zijn, en er komt nog 15 uur gameplay erachteraan. <laughs> met alleen maar bazen en waar de. ...fuck, gaat het over? Nou goed, en dat, dat deeltje was bij Kingdom Hearts 1 ook... ...wat minder dan bij Kingdom Hearts 3. Maar goed, ik vind de werelden gewoon fantastisch. Weet je, had je gewoon een Aladdin, een Agraba ...en uh, zelfs met Ariel in de zee zwemmen... ...en uh, weet ik wat allemaal. Of zelfs yeah. Merlijn kom je tegen. Dus al die Disney-werelden kom je wel tegen. En dat is gewoon leuk. Dus uh, het is echt... Voor, eigenlijk, ...eigenlijk ben je fan van Kingdom Hearts... ...dan moet je dit wel in huis halen. Want je hebt gewoon eigenlijk zes games... ...voor de prijs van één. Ja. Yeah. En je zal ongetwijfeld wel een keer afgeprijsd worden ook. Oh, ongetwijfeld. Ja. En, en, ja, en wil ja, ja. Je, ken je deze games helemaal niet? Wil je een keer toch kijken van wat is dat nou, Kingdom Hearts? Uh, Kingdom Hearts 3 zit op dit moment in de Game Pass. Game Pass ja. Dus die kan je gewoon binnenhalen en uh, lekker een beetje gaan bekijken en gaan spelen. En uh, bereid je voor dat je de eerste half uur uh, alleen maar naar een cutscene zit te kijken. Ja. Voordat er überhaupt iets in beeld gebeurt. Ja, het is toch wel bijzonder knap dat, dat er zoveel ontwikkelaars nog bezig zijn geweest om alle spullen op te zetten. Want het is allemaal... Best wel. Ja. Het uh, is niet zo dat het uh, gewoon wat generieke gameplay en wat generieke elementen zijn. Nee, Maar ze is, is al eerder geremasterd. Ge dus heeft dat de PS3 heeft in die remaster gekregen. Ja. Naar HD. En nou is hij eigenlijk op de Xbox van HD naar 4K. Oké. Okay. En uh, dus de basis was er al. Dus de, eigenlijk inderdaad, moet je heel veel opnieuw gaan maken. Weet je wel. Ook, uh, de, de modellen en de hele wereld om je heen. Ja. interface moet je opnieuw in. Maar goed, dat dit werk was denk ik al gedaan. En nu is het gewoon omzetten naar 4K. 4K en dan okay. uh, gaan we die banaan. Maar heel leuk. Ja, nou, ja. Die, die verwachten we dus nog. Uh, Niels gaat dat een beetje in delen uh, aan ons ja, uh, leveren. Uh, ik heb pas nog twee maanden, kan je maar review verwachten. Precies, je. dus, uh, dus uh, <laughs> je krijgt gewoon per deeltje: krijgen jullie een mooi reviewtje. En dan uh, kunnen jullie kijken of je die remake uh, interessant vindt om dat eens binnen te gaan halen. Uh, andere game, uh, games die in de komende tijd gereviewd gaan worden is uh, Infliction. Extended Cut. Dat is geloof ik een soort horror game. Als ik het goed in mijn hoofd heb. En onze Jeff is heel druk bezig met Overpass. overpass. Uh, ik kreeg gisteren de vraag van uh, onze grote uh, vriend van de show Hans. Uh, of het wat was. Of wij die gingen reviewen. En ja. of het wat was. Ik zei van ja we gaan hem reviewen. Jeff is hem. En of het wat is. Daar heb ik geen idee van. Maar ah, Jeff gaat dat ons nu vertellen. Ja, <laughs> ja hoe uh, breng ik dit op goede manier? <laughs> Tim is kut. We hadden, Vorige week hadden we het over uh, yeah, reviews. Uh, dus is, is het werk van, van een reviewer... is dat soms niet wat uh, verplicht? Voelt dat soms niet oh, wat ja. verplicht aan? En wat, wat, wat vermoeiend? Ja. En uh, toen zei ik van... ja, weet je... in meeste gevallen weet je waar je aan begint... voordat je een game pakt. En uh, dan, dan is... Het, dat valt... dan moeten we heel slecht zijn... wil dat heel erg tegenvallen. Uh, maar soms heb je wel zo'n game... En uh, ja, Overpass, die schijnt ook wel een beetje dat te hebben, inderdaad. Schijnt. Ja, het is een, 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 een race game van, van een kleine studio, van, van Big Ben is het. Of het wordt uitgebracht door Big Ben. Maar ja, het is meestal zo met dit soort race games dat het net niet helemaal verfijnd aanvoelt. En dat hoeft niet altijd slecht te zijn. Als de rest van de game maar wel leuk is, een beetje leuke yeah. gameplay heeft en gewoon yeah. uh, upgrade paden eromheen biedt, uh, iets extra's biedt, uh, ja, dat is met Overpass ook niet echt zo het geval. Uh, dus, wat, hier, wat is het voor een soort? Je zegt een race game, maar is het gewoon een uh, racegame? Ja, nee, het is eigenlijk geen racegame. Het is een, uh, je gaat met off-road voertuigen, dus of ja. met een buggy of met een ATV, dus zo'n quad. Ja. Uh, ga je parcours over en vooraf mag je zelf kiezen welk voertuig je kiest. En uh, dan moet je over obstakels heen. Dus je moet over uh, rioolbuis bijvoorbeeld, of over uh, allemaal blokken hout, uh, of je moet een, een heuvel opklimmen. En uh, ja, dat, de uitdaging zit hem in het over die obstakels heen gaan. Alleen de ja. besturing en de, de physics van uh, de voertuigen, dat is net niet verfijnd genoeg om het uh, goed onder controle te krijgen. En soms ja, ja. Uh, dat het ook best wel frustrerend is... dat omdat die controls niet lekker meewerken... of omdat die physics uh, soms rare dingen doen... dat je met bepaalde obstakels toch wel uh, best wel gefrustreerd kunt raken. Ja. En uh, dat is wel een uh, heel groot nadeel van die game. Dus mm -hmm. ja, net zoals met andere games is dit wel één in de categorie van... Jou, ben je hier heel erg fan van? Wacht, maar in dit de geval moet je is. wel heel erg fan van zijn... <laughs> Dan is het het overwegen waard. En, uh, en dit is niet wachten. een game die ik iedereen zou aanraden. Nee. nee. Helder. Nou, we gaan uh, de volledige uh, review daar nog van lezen in de komende dagen. Ik denk, dat die, denk die, vandaag die, of morgen. Ja. Vandaag of morgen komt dat uh, op onze website staan. Uh, dus tegen de tijd dat dit ding online is, uh, zal er ongetwijfeld ongeveer ook een, uh, een review aan, aan het komen zijn. Um, nog een review? Drie reviews die. Uh, ja. uh, deze weken zijn wel zijn behandeld. Is uh, Bayonetta en Vanquish de 10th anniversary, anniversary bundle. bundle, oftewel heruitgaves van de originele uh, oude Bayonetta en Vanquish games. Die is door onze Renko uh, best uh, positief uh, ja, ontvangen. Hij heeft er veel plezier in gehad om ze te spelen. Ja. En uh, vindt het, uh, ja, voor, zeker voor gamers die hem nog nooit gespeeld hebben, uh, best interessant om eens naar te gaan kijken. Ik geloof dat ze ook niet zo geweldig zijn qua prijs. euro voor een bundel. Ja, precies, dus het valt nog wel mee. Ja, aan de uh, andere kant zijn we wel verouderde games. Ik denk van ja. 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 Zijn we een beetje op Kijk hart Het is voor mij nu 60 euro retail prijs, wat ik denk van ja, dat had ook misschien wel iets van 50 of 40 gemogen, maar dan zit je nog met zes games, weet je wel? Ja, precies. Dan heb je best wel dan dan heb je echt echt 150 uur gameplay in huis, zeg maar. Ja. Ja, het is best prijzig. Het is best prijzig. Um. Ja, maar goed, kijk, kijk gewoon even naar de review. Kijk of het wat vindt en vind uh, je het, het prijs waard. En anders wacht je gewoon tot die keer in de deals komt... wat uh, waarschijnlijk binnen drie tot vier maanden... Uh, zal hij er wel in terechtkomen. Vaak is dat met die games wel zo. Uh, een andere game die door Rick is bekeken... is uh, ook de game die in de Game Pass te spelen... is namelijk Two oh, ja. Point Hospital. Uh, ik heb hem ook gelijk gedownload... Yeah. want ik ben echt fan van dit soort uh, management games... Uh, het is een beetje gebaseerd op het ouderwetse uh, Theme Hospital. wat we ja. van vroeger nog wel kennen. Met een hele vette knipoog naar. Uh, heel veel humor, hele vette knipoog naar. alles wat je te vinden hebt. Uh, een pandemie is uh, iemand die met een pan op zijn hoofd. het uh, ziekenhuis in lopen. die pan zit vast op zijn hoofd. En die wordt vervolgens in een of groot apparaat. met magneten gedouwd. En dan wordt die pan eraf geklapt. En dan is hij genezen. Nou, dat is een beetje het verhaal. Ja. Uh, achterliggend verhaal is natuurlijk. van je moet een. Een ziekenhuis uh, bouwen, uh, uh, dokters trainen, uh, verpleegsters trainen. Zorgen dat ze op de juiste plek zitten. Dat er niet te lange wachtrijen ontstaan. Dat er geen mensen zomaar dood neervallen in je ziekenhuis. Want dat gebeurt ook wel eens. En die als geest blijven rondwaren. Want dat uh, is dan het probleem. Totdat ze je een. En hoe noem je dat? Een conciërge hebt die uh, speciale Ghostbuster-materialen heeft... om die ja. geest dat op te zuigen. Dat, ja Met een ja. stofzuigertje zuigt hij hem dan op. Dan gaat hij er weer uit. Uh, en zo doorloop je wat scenario's door van uh, winterski, uh, wintersportgebieden... waarin je natuurlijk veel gebroken benen en dergelijke vindt. Uh, tot aan uh, ja, uh, rijke buurten waar weer andere problemen zijn. Uh, hele komische vind ik bijvoorbeeld dat je... Um, in het begin al mensen met psychische problemen ziet een beetje zoals Jeff, een beetje gespleten persoonlijkheid. <laughs> je kent dat wel. Je bedoelt dat, Harry? Dat je hele <laughs> ja. scherm, dat je dat je hele scherm zich dan vult uh, uh, met patiënten die oh, denken dat ze Freddie Mercury zijn. Oh, ja. <laughs> Echt geweldig. Dat dus je ziet allemaal van die mannetjes die zich als Freddie Mercury met uh, zo'n overbite, te grote tanden, uh, oh, constant ja. die bewegendjes maken die <laughs> Freddie Mercury ook maakt. En die moeten allemaal even naar de psychiater toe en worden dan weer. Uh, Totaal normaal gemaakt. Dus dat is een beetje uh, het verhaal. En ja, het is het best wel pittig. Ja. Uh, pittig, want het is echt nog wel uh, je geld in de gaten houden. En zorgen <kijf> dat je gewoon geen wachttijden hebt. Want je ziet al snel. Uh, nou, dat zijn we gewend van ziekenhuizen, toch? Dat er gewoon tien mensen zitten te wachten tot ze naar Tuurlijk. de dokter mogen. Uh, dus <laughs> <laughs> Eigenlijk is er gewoon helemaal geen verschil. Uh, ja. Het is alle tot in de kleintje details zorgen. Dat er verwarmingen staan, omdat het anders te koud wordt. Dat er prullenbakken staan. Dat er lectuurbakken ja. staan. Als gaan mensen zich vervelen. Dat ze wat te eten en te drinken kunnen, kunnen trekken. Ja, noem het allemaal. Ik, ik was hier vroeger van, deze games. Maar nu, nu helemaal niet. Maar dan hoor ik jullie over de, game, over de game. En ik denk van, ja, misschien toch een keer proberen. Ja, het, goed. Is ja, het is zo leuk. Even. Het is zo leuk. En ik zoom dan regelmatig in op... op afdelingen waar ik dan kijk van oké, okay, wat gebeurt er nou precies? Al die kleine animaties die dan bezig zijn, die zijn gewoon echt wel uh, heel grappig te zien. En de ziektes die ze verzinnen. Nou ja, ik noemde het net de pandemie. Er is er nog één waar ik op dit moment even niet zo snel op kan komen. Dat is ook heel rare ziektes die dan uh, weer genezen worden. Uh, het, het is gewoon, het, is het meest vreemde machines zie je staan. Dus, uh, het is van begin tot het eind, uh, ja, Het is het gewoon zo'n spelletje dat je er even tussendoor doet. En vervolgens ja. drie uur later denkt: shit, dit is drie uur later. Nee. <lacht> <lacht> beetje, maar beetje het is ook wel dat grappig dat om te zien: dus dat, een, uh, dat dat werkt goed. Zo'n strategie-game met een dikke vleugel humor erbij. Ja. En dat zie je niet heel veel van die, van die builders-games. die ook nog veel humor ook erin nog hebben. Ook nog grappig zijn. Ja, ja. ja die ook veel humor ja, in, dat, uh, in mijn beleving had je die vroeger veel meer dan nu. Ja, met de Rollercoaster Tycoon had je dat gewoon een ja, beetje. Maar oh. uh, ja, verder niet heel erg veel. Ah, hier zit ja. heel veel humor in. Hier is heel veel humor. En ja, een en game Tropical waar absoluut uh, weinig, aan. als we het ja. toch over reviews hebben, absoluut weinig humor in zit, is de game die ik heb gereviewd: namelijk uh, uh, Townsman: ja. Kingdom Rebuild. Uh, een soort remake-achtige uh, uh, versie van The Settlers. Nou, ik was voor. Settlers? Top. Is dat niet. Uh, ja, ja, dat zou wel Settlers kunnen zijn. Ik denk van, dit is gewoon een kloon van Age of Empires. Age of Empires, ja. Ja, goed. Ja, maar mij was het, het, het lijkt volgens mij meer op de Settlers. Settlers had... Want ik weet dat nog heel goed dat ik uh, zeer enthousiast was... Uh, toen uh, in de tijd dat ik heel uh, veel op de pc speelde. En uh, uh, nog haar had, zeg maar. Ja, dat is wel heel lang geleden, hè? <laughs> heel lang geleden. Ja. Nou, dan kwam de website, kom op. En ik, uh, ik ben hem gelijk gaan kopen en gaan spelen. En was zo ontzettend gefascineerd door... Uh, mannetjes die uh, bomen gingen omhakken vervolgens boompjes naar een zagerij gingen brengen en daar werd er weer hout en al die animaties die dan uh, in beeld waren, planken, zagen er de planken weer gedragen naar, uh, naar de volgende plek en zo ging dat maar door en door en zo kreeg je uh, spelenderwijs en heel educatief ook nog eens te zien dat het vlees op je bord niet uh, van de slager bij de slager gemaakt wordt, maar dat er ook wel eens een koe voor geregeld moet worden ja. enzovoort, enzovoort en dat brood niet vanzelf komt maar dat er een boer Graan moet verbouwen. Omdat, goed, dat, eh, alles gezegd en dat zit in Townsman en Kingdom Rebuild ook. Uh, wat men heeft geprobeerd en waar men gedeeltelijk in uh, uh, geslaagd is, is dat allemaal te verpakken in uh, leuke verhalen met een soort doel erin. Dus er zitten uh, behoorlijk wat scenario's in die je kan gaan spelen waarbij je uh, allerlei problemen moet oplossen. Uh, twee uh, uh, koninkrijken die met elkaar in uh, ru ruzie hebben. En elkaar niet leuk vinden. En dan moet jij proberen daar de vrede weer tussen te stichten. Op een of andere manier door allerlei uh, doelen te volbrengen en acties uit te voeren. Uh, ja. En ondertussen ben je gewoon aan het bouwen en aan, aan het klooien. Het negatieve ding aan uh, uh, deze game is dat je normaliter, omdat het best complexe, op de achtergrond best complexe games zijn uh, qua, hoe zeg je dat? qua management. Ja. Uh, dat er geen management, echt goede management tool in zit... waarin je kan schuiven. Dus op een bepaald moment uh, uh, loopt je scherm aan de zijkant vol met meldingen. <coughs> en dat gaat als een razende. En dan krijg je te horen van... je hebt geen graan meer, je hebt geen bier meer. Uh, huh? Dat is ook zo'n zo grappig moment. Op een bepaald moment komen, krijg je natuurlijk met vijanden te maken. Met bandieten en struikrovers en noem het maar op. Dus moet je soldaten neer gaan zetten. Huh? En die soldaten leven op bier en... Worst. <laughs> <laughs> so is het. Dus die bier en die worst die moet je gaan leveren. Ja. Nou, dat worst dat gaat nog wel. Maar dat bier is gewoon niet te doen. Je, ik, ik heb een, je zet een klooster neer. Je, zet, je zorgt dat er hop uh, geteeld wordt. En je hoopt dat die monniken genoeg bier brouwen. Maar dat doen ze gewoon niet. Waarom? Ik heb geen flauw idee. Er zit geen tempo in die gasten. Maar je blijft dus constant te horen krijgen dat ze bier te weinig hebben. Nou, dan word je... Wordt je volk unhappy? Die wordt niet blij. En je kan op geen enkele manier uh, zien of ontdekken wat jij nou moet veranderen om ze weer gelukkig te krijgen. Ja. Dus uh, uiteindelijk had ik een uh, stad vol met een toernooi die georganiseerd ja. werd. Ik had een evenementenplein. Ik had uh, een goochelaar ergens uh, gaan. Go, uh, <laughs> ja, je kan dan allemaal van die, die figuren neerzetten die uh, een beetje entertainment zijn, zeg maar, waar ze weer blij van worden. En daar werden ze ook wel blij van, maar ze bleven unhappy. Dus ja, het schoot niet op, want ze bleven voedseltekort hebben. Nou, ja. zes, uh, zes boerderijen, drie bakkers en vijf slagers <laughs> verder. Laten ze het nog steeds. Honger. Nou ja, weet je, dan, dan weet je niet precies waar je aan moet draaien en wat je moet doen. Start en dan wordt het er, komt er een stukje frustratie in. Uh, vooral en toen ik in tutorial nummer 6 ook nog eens vastliep. Omdat ik een doel moest volbrengen. En dat doel kon niet volbracht worden. Want ze wilden dat gewoon niet gaan doen. Uh, de figuren op het scherm. Uh, dacht ik na een uur. Ik, uh, ik vind, er, uh, ik vind uh, chapter 6 wel genoeg. <laughs> de tutorial. Ik hou ermee op. Ik ga gewoon. Uh, het voor, de, de, de pre aan de, aan de game is dat die a niet zo heel erg duur is, ik geloof dat die drie tientjes of vier tientjes, vier tientjes kost, en dat je ontzettend veel inhoud krijgt, want ze hebben ook de DLC uh, uh, ingedaan, waarin je naar een soort Mediterraan land gaat, en uh, dan is alles blauw en, en, en prachtig en zonnig, en uh, in het, de eerste wereld uh, de seizoenen spelen namelijk mee, seizoenen wisselen ook. Wat uh, voor het grootste deel alleen maar een soort kleurtje verandering is, behalve in de winter. Dan komt alles onder een dik pak sneeuw. En dan kan je geen graan meer verbouwen. Want dat, ja. uh, dat groeit dan niet meer. Dat is echt een, uh, een ding wat, uh, wat je, waarbij je de winter moet zien door ik te gaan. Ik ben benieuwd <tomt> of iemand na jouw verhaal denkt van ja, dan ga ik vier tientjes van neerleggen. Ja, nou dat denk <laughs> ik ook dat dat niet zo, de, Of je moet heel groot fan zijn en uh, want de het dingetje bij dit soort games, en dat was met Toon Point Hospital hetzelfde verhaal. Ze zijn wel verslavend. Ja. Op het moment dat je ja. eraan begint en je wil uh, die doelen volbrengen en je bent bezig om, dan is het een soort verslaving, een soort van, ik wil het oplossen. Het ja. moet geregeld worden. Hoe doe ik dat nou? Dus je blijft maar, ja, maar bezig met, met dingetjes. En je vindt het ook leuk om gewoon nieuwe dingetjes te ontdekken, Weet je, wat ja, nieuwe gebouwtjes, nieuwe. Misschien we ja, ja, voor mij die op de PC spelen, die, die hebben gewoon met dit soort games, die stoppen gewoon 1200 uur in en zeggen, absurd. Ja, is echt absurd. Ja, maar goed dus, uh, dus uh, je, ik ga niet zeggen als je koopt dat je er geen plezier aan beleeft want dat ja. denk ik wel maar de, uh, hou rekening dat er wat dingen in zitten uh, die wel een bepaalde frustratie uh, kunnen opleveren maar goed dat, dat heeft Kingdom Hearts ook als ik uh, Niels zou horen in de frustratie <laughs> ik nee joh <laughs> Dus dat maakt niet wel uit. Goed, uh, checken onze review, ja. even de geschreven versie op onze website Nederland.nl. Al die reviews staan daar en alles wat er nog komen gaat deze week, dan uh, kan je, ben je weer helemaal op de hoogte of je die games wel of niet uh, zal kopen. Dus uh, uh, Hans dit. lezen, even een tip naar Hans. Hans ah. lezen, dan hoef je niet alles te kopen. Ja. Heb je vorige week Hans Hand behandeld, de review van Rick? I do not know. Uh, ja. We gaan. ja oké okay. dan uh, hoeft dat niet meer ja dat nee was het uh, volgens mij was de review was het toen nog niet maar oh, okay. Rick die heeft al wel uh, behandeld wat, er, wat het uh, met die game is eigenlijk ja, ja. Okay. Nou, mooi okay. Mooi. Nou, dan gaan we nog eventjes wat, wat gewone nieuwtjes uh, aan jullie presenteren voordat we zo de boel gaan afsluiten. Want DDT. we lopen alweer naar een uur toe. Ja. Uh, dus uh, we zijn al bijna weer helemaal aan het eind van deze uur uh, geklets. Uh, de Division 2 uitbreiding gaat er aankomen. Warlords of New York Yo. wordt 3 maart uitgebracht. Ik en ben zelfs ik, enthousiast uh, van DLC, merk ik. Ik moet heel wat de Division 2 moet nog spelen, überhaupt. De main game. Ja. Maar het feit dat er een hele nieuwe regio beschikbaar <tus> komt, wat ja, door New York blijft toch gewoon fucking vet. Ja. Daar word ik toch enthousiast van. Ja, ja, en uh, we zijn allemaal, eigenlijk niet allemaal, maar een groot deel van onze redactie uh, heeft zich weer in de Division 2 gestort, merken wij. En uh, uh, ja, de, ook weer met veel plezier. Toch een hoop gebieden die ondertussen zijn vrijgekomen in seizoen, of in jaar 1, uh, seizoen 1, jaar 1, hoe je dat ook moet noemen. Uh, uh, die hebben heel veel mensen nog niet gespeeld, zoals uh, de pe het Pentagon en uh, uh, de Manning Zoo, de dierentuin. Uh, ja. dus we zijn er zijn nog wat van die gebieden die erbij zijn gekomen. Die uh, best interessant zijn. Een hele college, ground, kinlees, uh, universiteit uh, gebied. Uh, waar je weer lekker uh, keer gaan gaan, kan gaan en kan gaan schieten. En nieuwe beelds en nieuwe toestanden kan maken. Uh, nieuwe specialisaties zitten erin. Dus mensen die hem een tijd niet opgepakt hebben. Uh, kunnen hem weer lekker gaan oppakken. Wil je dat doen? En wil je ook nog eens een keer lekker bij onze clan komen? Want we hebben gewoon een eigen clan opgericht. Uh, meld je dan gewoon aan bij onze clan. Volgens mij heet die gewoon XBNL. De XBNL clan. Uh, in de game. En kan je dat allemaal niet vinden, dan moet je gewoon even op onze Facebookgroep of op Discord gaan kijken. Daar hebben we, ook Discord ook hebben we toch een speciaal... Ja, we hebben zelfs een speciaal kanaal geopend voor uh, Division 2. Wil je samen spelen of een beetje uplevelen. Dan uh, kan je onze hulp inroepen en dan sjouwen wij met je mail een beetje mee uh, om allerlei missies te volbrengen. Waarbij jij. Uh, uh, want dat is wel grappig nu. Ik ben uh, iets van 500, dat is het hoogste wat je kan halen. Uh, in dit spel. En dan speel je mee met ja. mensen die op level 16 zitten of zo. En uh, dan ga je missies spelen die jij toen ook op level 16 gespeeld hebt. En waar je echt 2,5 uur soms mee bezig was. En maar om het hoekje kijken. En dan loop jij nu mee. En dan zie je een vijand en is het bang, dood, bang, dood. Bang. <laughs> ja, jouw gearscore ja. is zo hoog dat zij één Kogel is genoeg om ze allemaal ja. neer te leggen. Maar goed, dat is wel weer leuk voor degene die met je meelopen. Want die zijn lekker gauw klaar. Ja. Dus uh, er wel is wel genoeg te doen. Goed, uh, die komt er dus aan. Warlords of New York, uh, waarin ze weer terug gaan naar New York. Ze hebben New York van het winterjasje ontdaan. En hebben er een, uh, een zomerjasje aan uh, gebreid. En uh, je okay. kan dus gewoon in deze uh, voor 30 euro kostende DLC... Aanslag, wij hopen dat wij ook een uh, versie daarvan gaan krijgen van Ubisoft zodat wij ook nog een reviewtje daarover kunnen gaan maken. Ja, maar wel een maar reviewtje is waard. Even ja, precies. Dat is even afwachten. We uh, hebben nog meer. Ja, er komen nog wat, uh, uh, wat wedstrijdjes aan, wat giveaways. Ja we hebben nog een FIFA 20 giveaway. Nou, waarom dat toch eens 20. iets van de Division 2, hè? Dus we moeten even in de gaten houden, onze website. Ja, houden. De Division 2 komt ook nog om de hoek kijken. Qua giveaway, daar krijgen we ook nog wel leuke dingetjes. Ja, dan krijgen we van mij niet. Wat krijgen daarvoor? Voor mij ook krijgen we daar goodies voor. T-shirts en Goedies. zo. En, uh. Ja, ook leuke goodies voor de Division 2. Dus uh, uh, hou ons, uh, ons daarbij in de gaten. Word lid van onze Facebookgroep. Want daar zijn dat soort uh, community dingen... Uh, meestal als eerste te vinden en te lezen. En we gaan naar het einde toe. Dat lijkt me een heel goed plan. Weet je nog of niet? Ja, oh, nee, is is ik nog. ben er nog. Ja, je zit rustig te wachten. <laughs> ik zit lekker even uh, een halve interdutte, joh. Of in ieder geval Gerard. Gerard. Ja. Hier, ik, ik zat zelf <laughs> te denken, dat is Gerard vast. Gerard die is altijd een beetje dutterig. Ja, 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 is ook, altijd... Ja, een ja die komt altijd naar voren als we het hebben over de Division 2. Ja, als het moe wordt... Uh, ja. uh, als een vrouw mee duur. vraagt om naar bed te gaan, dan is het Gerard in één keer weer. Nah, nee, toch. Gerard. Gaat hij naar bed? Nee, Gerard ja, Ger heeft geen zin. Gerard okay. heeft een zeer hoofd. Gerard <laughs> heeft een zeer hoofd. heeft <laughs> een pien in de kop. pijn in de kop. pijn in de kop. <laughs> kop. kop. Spijker in de kop. Goed, uh, we gaan dus even afsluiten met de gebruikelijke brief. Namelijk ja. wat wij zelf allemaal niet... Uitgevreten hebben op de Xbox Station. Ik vind dat we Henk erin moeten houden. Ik neem Henk is lekker op tijd. Hij is lekker op tijd. <laughs> Henk is, ja, Henk die is, is wel scherp, een scherp, ja. Henk is een toppert. Ja, Henk, houden we erin. Jeff, moeten we dat niet meer laten doen? Nou, als je te is. laat komt, weet je dat het Gerard aan de knop is. Ja, dan is Gerard. <laughs> Handig, hè? Dat dat afschuif meegenomen. Uh, Niels, <laughs> vertelt. Kingdom Hearts vooral natuurlijk. <laughs> ja, kan je wel ja. zeggen ja. Heb je nog wat anders gespeeld? Heel of veel was? Kingdom Hearts. Een paar potjes Rocket League merk, weet ik, dan weer met Rocket League ben begonnen. Oké. Okay. Gaat een beetje kut aan het begin, maar uh, ja, het blijft toch wel een leuk spelletje. Allee, ja. Ik merk ook dat ik echt het boeit me toch echt geen fuck. Al die cosmetische items, dat je dan punten kan kopen om een nieuwe auto te. Ja. Ja, het boeit me echt niks. Echt ik vind ja. gewoon de game leuk en ik hoef helemaal niet de nieuwste set wielen of ik voor ja. wat. Nee. Dus fuck die shit. Heb ik de rest nog andere keers gedaan? Nee, van mij niet. Ik, wil wel, ik niet. ben heel vaak de neiging gehad om de Vision 2 op te starten. Nou, ik moet nu toch maar goed. Dan moet je, de King, dan moet je Kingdom Hearts reviewen. Dan denk ik van ja, toch maar niet, want ik wil Kingdom Hearts eerst af hebben. Nou goed, en de komende zes weken ben ik nog wel even bezig met ja, Kingdom Hearts. Dan ben je zes dus, maanden verder. Uh, uh, ja, nou goed. Dus uh, ja, goed. Uh, zeg, uh, uh, ja, dan ja, een, een beetje afwisseling ja. moet kunnen. Ja. Dat was het. Ja, dat was het. Yes. Nou ja, ik heb een beetje hetzelfde gevoel, maar dan van de Overpass. Dus die game die biedt ook cosmetics. Je kunt cosmetics kun je kopen. Gewoon een nieuwe handschoenen Seriously? of een nieuwe shirt. Maar dat echt, dat boeit me helemaal niks. Nee. Daar speel ik die game helemaal niet om. Nee. Maar uh, ja, dus ik heb uh, dat wel grotendeels gedaan. En af en toe wel gefrustreerd dat bepaalde obstacles niet kon halen. En dan soms lag het echt aan de game. Omdat dat ik in de game ergens, uh, ergens vast raakte. En uh, ja, soms dan wil ik ook gewoon dat je ergens wel een makkelijke pad langs kunt hebben bijvoorbeeld. Sommige dingen willen gewoon niet in bepaalde auto's of bepaalde voertuigen. Nou, daar heb je eenmaal voor gekozen. Dus daar zit je erin vast. Uh, okay. Dus dat was af en toe wel frustrerend. Dus ik heb het even weggelegd en dan de volgende dag weer opgepakt. En nou ja goed, meestal als je de nachtje over slaapt, dan, dan werkt het wel. <laughs> Verder wat Formule 1 gedaan en... Two Point Hospital. Even opgestart. Oh ja dus even ja. met de eerste missie bezig. ja. nou dat, dat is het eigenlijk zover. So ja. ja heel goed. Uh, nou goed. nou ikzelf uh, uh, ook two point hospital uh, veel gespeeld. Uh, nou townsman uh, King, kingdom rebuild uh, veel gespeeld tot ik hem klaar heb en nu uh, raak ik hem eigenlijk niet meer aan moet ik heel eerlijk zeggen. even klaar mee. maar goed ik heb nu genoeg andere dingen te doen. division 2, zoals jullie net hoorden uh, best veel Weer gespeeld en met veel plezier. Um, uh, wat ik ook heb opgestart is uh, de nieuwe game in de Game Pass. Yakuza 0. Oh ja. Uh, heb ik ook oppakken, opgestart. Ja. En ik heb ook uh, uh, van de concurrent de remastered uh, bundel uh, aangeschaft van Yakuza. Die hebben een, een prachtige remastered oh, ja. van ja. Yakuza 3, Yakuza 4 en Yakuza 5. Uh, in één bundeltje zitten. Dus die heb ik ook gelijk aangeslacht. En uh, ook wel grappig. Uh, even een dingetje wel voor, want ik raakte echt wel een beetje gefrustreerd bij Yakuza Zero. Uh, uh, het intro is zoals al die de Japanse games best lang. Je bent best lang met een intro bezig. Goed, daar heb je niet altijd tijd voor, of zin voor. Of dan komen je vrienden online. En dan denk je van: ik ga even wat anders spelen. Even de VCs spelen. Dat is niet handig bij Yakuza Zero, want het eerste save point wat daarin komt. Je kan gewoon niet 7. Na vijf uur. Kom, kom, pas, <laughs> ja, kom pas na drie kwartier of zo. Serieus? Kom komt best een end in the game. Ja, je bent best. Als je al die cutscenes aan het bekijken bent. En dat zijn er nogal wat. Al die verhalen. Uh, dus ik heb op een bepaald moment ook ergens. Toen ik voor de tweede keer de hele boel opnieuw moest gaan skippen. Want je kan het dan gelukkig wel allemaal skippen. Maar je moet wel al die. die uh, Tutorial-vecht-toestanden. Yeah, yeah. Moet je weer gaan doen. Dus toen ik dat voor de tweede keer moest gaan doen, terwijl ik toch het gevoel had van, nou, ik ben nu al meer dan een uur met die game bezig geweest. En ik moet het nu weer allemaal overnieuw doen, want er is niks gesaved. Ben ik gaan zoeken op het internet, nou, dan krijg je opmerkingen van, ja, er zijn uh, uh, telefooncellen. Dus, nou, toen ben ik hem maar weer door gaan spelen. En pas na, ik denk zo'n drie kwartier, Kom je eindelijk bij uh, aan het eind van de missie uh, wordt er gezegd van je moet naar een telefooncel toe want je wordt gebeld door je bazen want je hebt het weer helemaal uh, verkloot deze week ja. uh, en dan pas kom je voor het eerst een telefooncel tegen die je kan gebruiken om te zeven. Dus hou er rekening mee jongens als jullie die game opstarten in de game pas je gaat hem spelen speel dan door tot het moment dat je bij die uh, uh, telefooncel komt en ga hem daar dan in zeven want anders blijf je uh, het intro het begin Herhalen. Maar dat is ook wel um. grappig om te zien, hè? Dus dat je met oude games dat die dit verfijnder nog niet hadden: nee, van regelmatig precies. opslaan of autosaving, of dat je nee. dat nog handmatig moet doen. Totaal dus niet. Totaal niet. Dus dat je, dus dat je vroeger, dus. vroeger toch met iets meer genoegen nam. Of met iets minder, dus. Precies, precies. En verder ziet hij er best goed uit. Uh, uh, hij heeft Japanse, uh, uh, Japanse taal, uh, hoe heet dat? Gesproken. Uh, het is allemaal Japans, wat je hoort. Dus er is geen Engels gesproken tekst zoals uh, bij de laatste. Uh, uh, is dat de laatste Yakuza? Nee, Judgment. Judgment is de laatste uh, uit, zeg maar, uit diezelfde serie. Die heeft dat wel. Die heeft gewoon hmm. een nagesynchroniseerde Engelse gesproken tekst. Dat heeft deze niet. Het is allemaal Japans. Wel met ondertitels, maar allemaal Japans. Dus je moet. Uh, ik weet niet. Is Engels dat positief? Of, of? Ja, dat ligt eraan. Als je niet zo goed bent in het lezen van Engels. En Japans is ook niet zo up-to-date. Dan is het best een lastig verhaal. Ik vind het wel iets doen aan de. Hoe zeg je dat? Aan, real, aan het realisme. Uh, uh, ik heb dat bijvoorbeeld ook met een. Uh, om haar zijstraat te noemen. Met de uh, Sessions Creed. Uh, die in Parijs afspeelt. Ja. Die zet ik soms gewoon op Frans. Ik ook, ja. Maar dat vind ik gewoon. Het, het, op één manier. Ja, maar dat was ook een pand... hele rare, hoor. Dat, dat Britse ja. accent ja. game, in die game. Ja. Sloeg helemaal niks ja, 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 ja. op. Nee. Maar goed, de, bij deze is het dus allemaal uh, Japans. En dat hoort er ook wel in. En verder best, een, uh, wat ik tot nu gespeeld heb, best een leuke game te spelen. En je zit in je game pass, joh, dus ook kun je uitschelen. Start dat ding op en uh, ga kijken of het wat voor je is. En zeg je na twee uur, dus ik vind helemaal niks. Geen geld, uh, geen geld verloren. Maar uh, ja, deze Yakuza, die voor het eerst geloof ik naar de Xbox komt... Uh, is dan best een uh, interessante start Absoluut, op, om ja. eens te kijken. Om, uh, Leuk. Dat is toch een serie die wij nooit op de Xbox... Uh, nee, er zijn een, zijn een stuk of zes, zeven delen dus. Uh. Uh, voor mij zijn het er vijf in totaal nu, als ik het goed oh. heb. En Judgment dan daarachter. Maar dat is eigenlijk geen Yakuza. Dat is wel Yakuza-stijl, maar gaat over heel iets anders. Kijken. En, uh, ja. Yakuza 6, The Song of Life. Oh, toch wel. Oké, okay, ja. oké. Okay. Ik dacht. dat uh, Ik heb nu die, uh, die remastered. Oh ja, dan gaat dat vijf. Dan zal zes daar nog wel achter zitten. Goed, um, nou dat was een beetje wat ik allemaal gespeeld. Een beetje ja. call of duty nog, maar dat was het wel een beetje. Goed, dan gaan we afsluiten. Dan gaan we uh, een uurtje gezwetst van uh, jullie uh, getrouwe drie musketeers weer afsluiten. <laughs> en uh, nu moet je de komende drie maanden weer zonder ontoe. <laughs> uh, <laughs> tegen ja. de tijd dat wij weer met z'n drieën bij elkaar zijn. Dat is uh, soms uh, ja, ingewikkeld. Een ja, precies. Dat is wel ja, een achievement waard, denk je niet? Dat is echt ja, wel een achievement waard. Zeker. Dus die gaan we jullie ook geven. Een achievement voor de drie musketeers. Achievement. <laughs> Daar komt ie. Ja, ja, Dat is een special one <laughs> met een druppel en een diamantje. Haakzad laatste, dat is die lekker hoor. Goed. Uh, we gaan jullie een heel fijn weekend en een hele fijne gameweken toewensen. En we hopen jullie natuurlijk te treffen uh, bij de volgende podcast. En we gaan niet vertellen of die volgende week al is, want dat weten we nooit zeker. Um, dus, <laughs> uh, um, uh, maar bij de je volgende. komt het wel podcast, weer, hè? Nee. Ja, tuurlijk, Ja, je, je moet het een beetje indekken als dus gaat. Ja, nee. op, Is iedereen ja, teleurgesteld? Dat lezen we toch op Discord? Iedereen is teleurgesteld. Waar is, die? Waar is die? Wanneer komt de podcast? Komt er morgen nog een? Dus we zijn echt fans en dat uh, vinden we leuk. We hebben ook gewoon dus, uh, met Rietje getrouw weer een vraag vergeten, dus misschien voor. De Volgende <laughs> kunnen we die nog doen? Nee, die kunnen we niet meer doen. Nee. Die doen we gewoon volgende. Mijltje, sorry, jongen. Ja, was het een interessante vraag. Nou, wat vinden jullie van het nieuwe dashboard en welke features ontbreekt oh, ja. Ja, die de, we, die gooi je er voor? Die kunnen die gooien ze gewoon een even achteraan, kan ons scheiden jongens. Ja. Wat vinden we ervan? Nou, mooi. Ja, ik vind de, <laughs> ik vind de, uh, ik vind, ik vind het toppertje een nieuwe dashboard. Hij werkt sneller. Hij vind, ik vind het prettiger. Echt? Ja. Maar is hij ja. helemaal nieuw of is het gewoon sneller? Nee, het is ja, ook nieuw. Is want ze, klein... hebben nu, ze, hebben, ze hebben nu alle menu uh, onderdelen staan niet meer boven in je beeld, in tabs. Maar staan gewoon nu aan de rechterkant uh, onder elkaar gezet. Dus naar, als je naar beneden scrolt, dan kom je gewoon in je Game Pass afdeling, in je store afdeling. Enzovoort, okay. enzovoort, enzovoort, En ja. het voelt sneller. En wat ik er nog steeds in mis, is een uh, prettigere manier om, zeg maar, zeker als zoals ik, iets van 6, 7 games per week. Verschillende games per week speelt. Dat je die. Zes, zeven games wat sneller ziet. Ja, ja. Zo dat is zou heel ik zelf. Ja. Er, er is wel een manier, dat is namelijk in je pins, in je algemene ja, pins moet je weer neerzetten, dan. dat je je laatst gespeelde games wil zien. Dat oh, kan je okay. instellen. Maar dat is toch een zijstraat. En dat wacht er voor mij wel in. Oké. Okay. Hebben ja. jullie nog klachten over dat uh, nieuwe dashboard? Ik, ik, heb een, ik, heb niet, ik vind hem niet heel erg he, super vernieuwd of zo. Ik heb wel eens grotere nee. veranderingen gezien in het dashboard. En moet je even updaten, Niels? Dan komt hij erin. Zie gewoon? Maar is het niet gewoon voor insiders of zo, ik wat. Nee nee nee. nee, nee, nu nee. Is het voor ik iedereen. Ik ben geen insider. Hij staat gewoon oh. klaar, die update. Okay. In system. Nou, uh, ik kom volgende week op terug dan. Top. <laughs> dan gaan we de volgende week nog je een nieuw hebben. Goed, hey jongens tot, uh, tot de volgende week en fijn weekend en tabee.